Jongen. Ja, moet je dan, als je hem kapot slaat, je inboedel of je aansprakelijkheid hebt? Als je net zoals Joost zelfstandig woont, heb je verschillende soorten woonverzekeringen nodig. We zullen de drie belangrijkste aan je uitleggen. Een verzekering voor de spullen die je in je huis hebt, dat is de inboedelverzekering. Overigens zijn ook de spullen in de schuur of garage en in de tuin verzekerd. En wat valt er nou allemaal onder? Onder de inboedel vallen alle spullen die je meeneemt bij verhuizing, dus de verplaatsbare spullen. Als jij de woning in bezit hebt, heb je als huiseigenaar een opstalverzekering nodig. Bij deze opstalverzekering verzeker je jouw huis voor herstel of zelfs het helemaal heropbouwen naar schade. Als je de woning huurt of in een flat of appartement woont, heb je geen eigen opstalverzekering nodig. De verhuurder of de vereniging van eigenaren zorgen daar dan voor. Glasverzekering zit bij ons standaard in de opstalverzekering. Zo zorgen wij ervoor dat je volledig bent verzekerd. Maar let op, woon je in een flat of appartement of huur je de woning, dan moet je even navragen bij de verhuurder of de VVE of die een glasverzekering voor je heeft geregeld. En is dat niet zo, dan kun je je daarvoor gewoon bij ons verzekeren bovenop je inboedelverzekering. Zowel bij onze inboedel als bij de opstalverzekering is ook het risico verzekerd dat je tijdelijk niet in je huis kan wonen door brand of een andere zware schade. Hopen natuurlijk dat je dat nooit hoeft mee te maken. Tot slot kan het voorkomen dat jij schade veroorzaakt bij een ander. Daarvoor heb je een aansprakelijkheidsverzekering nodig. Dit is een onmisbare verzekering voor jezelf, maar ook voor anderen. Het kan namelijk gebeuren dat je bij iemand anders thuis iets beschadigt van een paar tientjes, maar ook grotere schades van 10.000 of 100.000 euro kunnen zomaar voorkomen. Omdat je daarvoor gewoon goed verzekerd wil zijn, loopt de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering tot maar liefst 2,5 miljoen euro. Dus, met een woonverzekering bedoelen we een opstal, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering. En nog even wat goed nieuws, ook die verzekeringen zijn bij Allianz Direct helemaal niet duur. En Joep, hoeveel verzekeringen heb jij lopen? Ik denk een stuk of zes ongeveer. Nou, dat is toch wel wat. Goed gedekt in ieder geval. Goed geregeld gewoon.